zijn in de voormalige Theresiakerk, in de wijk Theresia. De Theresiakerk is ruim 20 jaar geleden buiten gebruik gesteld als kerk en nadien een herbestemming gekregen in woonappartementen. Waar wij wel naar op zoek waren, en dat heeft met de samenstelling van gezin te maken, als op een gegeven moment de kinderen de deur uit zijn, om het zo te noemen. Dat wij toch naar een wat meer loftachtige ruimte wilden, waarbij wonen, werken, leven, slapen, verblijven, als het ware wat automatisch en makkelijk in elkaar overgaat. En deze ruimte is wat je echt kunt noemen een loftachtige ruimte. Het is voor ons wel een soort droomhuis geworden. Ja, de eerste indruk is denk ik dezelfde indruk als zoals iedereen hier binnenkomt en jullie ook volgens mij binnenkomen. Dat je eerst staat te kijken van wauw, wat is het voor ruimte? We hebben er zelf, toen we echt op pad gingen van zou dit voor ons de nieuwe woning zijn, hebben we zelf echt een paar keer over moeten doen om een beetje door de ruimte heen te kijken. Is het niet te groot? Is het niet te massaal? En hoe maak je dit ook weer een woning waar je je eigen intimiteit met elkaar in vindt? Dus je moet eerst wennen aan de grootte van de ruimte en er dan ook een beetje doorheen kunnen kijken voordat je weet van is dit ook mijn huis straks, mijn thuis? Dit is wat wij noemen onze woonkamer, huiskamer, leefkamer. Wonen, werken, verblijven, koken, alles loopt hier een beetje door elkaar. We hebben aan de voorkant een tuin, we hebben een binnentuin aan de achterkant. Je zit hier in eigenlijk het middendeel van de kerk. De vroegere ingang die is aan die kant. Daar zijn ook de hoge torens als het ware met de ingangspartij. En waar het priesterkoor vroeger was, is aan die zijde. Dus je zit hier eigenlijk in de middenkant, een doorsnede van de kerk. Hier verblijven wij veel. De stamtafel, zogezegd. En loopt over in open keuken. En in de open keuken is misschien aardig om even te laten zien dat de vroegere biechtstoel onderdeel van het monument wat de Theresiakerk is. Dat de biechtstoel ook nog bestaat. Voor degenen die daar behoefte aan hebben, elke zaterdagochtend houden wij open biechtuur. De kerk is Rijksmonument sinds een aantal jaren. En de kerk is een eigendom eigenlijk van de Vereniging van Eigenaren. Dus met elkaar ben je eigendom van de kerk. We hebben allemaal ons eigen appartement. En die zijn verschillend in grootte. Er zijn 4 grote appartementen en 2 kleinere appartementen. Maar met elkaar vorm je ook een Vereniging van Eigenaren. Dus als het gaat om de schil van het gebouw, dan is dat gemeenschappelijk eigendom. En daar ben je dus ook gemeenschappelijk verantwoordelijk voor. En omdat het een monument is, is het natuurlijk ook wel gereguleerd waar dat eigendom dan ook aan en dat onderhoud allemaal aan heeft te voldoen. En bijvoorbeeld het dak. Het dak is niet toe te wijzen aan een van de appartementen, zo'n kerkdak. En jaren terug, ook voor zover voordat wij er zelf in kwamen, maar heeft de Vereniging van Eigenaren de vervanging van het dak georganiseerd en ook bekostigd. Een deel van het dak moet nog. In 2025 staat dat zo ongeveer aan de lat, om zo maar te zeggen. Maar dat is zo'n schil van het gebouw waarvoor je gezamenlijk verantwoordelijk bent. Waar we onlangs over spraken, dat gaat bijvoorbeeld over riolering. We hebben riolering en dat komt uiteindelijk allemaal op een gemeenschappelijke riool natuurlijk uit. En hoe gaan wij in de toekomst om met beheer, onderhoud en mogelijke vervanging van die afvoer? Nou, en het punt waar we hiervoor zijn, energievoorziening. Ook dat is het punt wat wij als Vereniging van Eigenaren met elkaar hebben opgepakt. Om na te denken, hoe kan nou zo'n groot gebouw en al die appartementen, hoe kunnen we daar nou energie beter, voordeliger, energiezuiniger, meer voldoen aan wat we ook maatschappelijk met z'n allen moeten doen. Zuiniger en beter omgaan met energiebronnen. Hoe kunnen wij daar ook aan voldoen? We hebben in overleg met de gemeente Tilburg een bureau, de Groene Grachten uit Amsterdam, die ervaring heeft ook in monumentale gebouwen. Het Tropenmuseum is bijvoorbeeld een gebouw wat zij als adviseur energie-neutraal hebben gemaakt. We hebben dat bureau ook hier uitgenodigd om een advies op te stellen voor de Theresiakerk. Maar waar dat in de kern op neerkomt is dat je aan de ene kant begint met reductie van energieverlies. Dus welke isolerende maatregelen kun je nemen om het probleem niet nog groter te maken of de oplossing weer binnen bereik te brengen. Dus dat is de ene kant. En de andere kant is, wat zijn nou alternatieven voor gas?
Dus we hebben collectief besloten, en dat is ook bijna volledig gebeurd, om het glas te vervangen. En we hebben spouwmuurisolatie toegepast. En dat is allemaal in het afgelopen jaar, afgelopen winter, is dat gerealiseerd. Daarmee brengen we dus de energiebehoefte terug. In deze appartementen zijn de vloeren geïsoleerd en zijn de plafonds geïsoleerd. Dus eigenlijk is het nu redelijk geïsoleerde woningen zijn het. De andere stap is dan, hoe kun je komen tot energiezuiniger toevoer van warmte, van warm water, van wat je nodig hebt voor koken, voor leven, noem maar op. En daar zitten we eigenlijk nog volop in het onderzoek wat daar de mogelijkheden in zijn. Daar speelt mee een rendement van de investering. Ja, dat zijn natuurlijk ook persoonlijke afwegingen die iedereen bij heeft. En wat ik wel merk, ook in de bespreking van de VVE, dat er ook wel een gedrevenheid in zit om die energiezuinigheid, om dat ook echt wel voor zo'n groot pand, om dat door te willen voeren. En dat we daar ook een maatschappelijke plicht in voelen. Dus zo zitten hier de bewoners ook wel rond dat doel verenigd. Maar dan nogmaals, het moet ook wel haalbaar zijn. En met name die energiekant, dat is wel ingewikkelder. Kijk, we waren het heel erg eens over dat we een goed advies nodig hadden. Maar als je dan vervolgens het advies ziet en een aantal onderdelen eruit, dan heeft iedereen daar wel zijn eigen bedenkingen bij en legt die dan vervolgens ook op tafel. Dus is dat makkelijk? Nou, dat is niet moeilijk. In de zin, we kennen elkaar goed genoeg om dat gesprek goed te kunnen voeren. Maar je moet ook wel begrip hebben voor ieders persoonlijke situatie, van kun je mee in zo'n advies als het gaat over de maatregelen en de realisatie en de bekostiging van dat soort maatregelen. En zoals dat hoorde in de kerk, stond de priester natuurlijk altijd wat hoger dan het volk. En waar we hier nu terechtkomen, dat is waar vroeger de pastoor, de kapelaan, in ieder geval de mis deed aan dit altaar. Het is geen heilige grond meer. Het reliquie, zoals het dan heet, is destijds uit het altaar verwijderd. Maar tot begin jaren 90 werden hier de missen gedaan. De woningen zijn nu allemaal gasgestookt. En dat betekent dat er cv-ketels in de woningen zijn. Deze woningen bestaan 20 jaar. Dus je zit op een gegeven moment ook aan de vervanging van dat soort cv-ketels. En voor een deel hebben die ook al plaatsgevonden. Wat je dan naar zoekt is, wat zijn de alternatieven voor gasgestookte cv-verwarming? En daar heeft dat rapport ook een aantal opties voor aangedragen. En dan kom je op warmtepompen of je komt op warmte-koude opslag in de grond. Op het punt van warmtepompen, daar zijn we uitgebreid op doorgegaan of dat een optie zou zijn voor de appartementen in deze kerk. En daar kwamen wij eerlijk gezegd niet goed uit. Voor een deel heeft dat te maken met de pompen die je nodig hebt en het geluidsniveau wat daarmee gepaard gaat. Nou, en dan kom je op investeringsniveaus, als je daar de subsidie allemaal al bij van aftrekt, dan kom je nog steeds op investeringsniveaus per woning van 20.000 euro of meer. Ja, en dat is geen haalbare kaart. Ja, in dit voormalige priesterkoor, hier komen dus 5 appartementen uit. Dat zijn de deuren die je hier om je heen ziet. 3 grote appartementen en 2 kleinere appartementen. En het appartement waar vroeger de ingang was, die ligt echt aan de andere kant. Dus die kan niet op deze gemeenschappelijke ruimte uitkomen. Dit priesterkoor is natuurlijk een unieke ruimte die gelukkig behouden gebleven is. En waar we ook wel als Vereniging van Eigenaren over nadenken, is hoe kunnen we dit nou ook nog een beetje tot maatschappelijk nut maken. Het is beperkte functionaliteit, want het ligt wat hoger, het zijn trapjes, er zit geen lift in het gebouw, er zitten hier in dit gedeelte ook geen toiletten. Dus wat je kunt doen hier heeft altijd een beperking, maar wij denken er wel over na hoe we deze ruimte ook wat meer toegankelijk kunnen maken voor gewoon aardige, publieksachtige evenementen. Nou, dat kun je denken aan een politiek café of iets dergelijks. Het zal altijd een beperking hebben in het gebruik, maar we vinden de ruimte eigenlijk zo mooi dat we hem ook wel voor anderen open willen stellen dan alleen voor onszelf. Het realisme in de zin van, is het haalbaar en betaalbaar, ja, daar zoek je dan naar. Maar we zijn er echt heel erg van overtuigd dat we op deze wijze met energieverbruik niet door kunnen gaan. Dus dat we andere stappen echt nodig hebben. Dat gaat natuurlijk voor
de kerk voor de VVE, dat gaat onze pet ver te boven. Dat kunnen wij nooit organiseren. We kunnen hoogstens onze bereidheid uitspreken. Als dat gerealiseerd gaat worden, dan willen wij ook daar die aansluiting graag op hebben. En dan, dan doen wij onze bijdrage er ook in. Maar wij kunnen daar zelf het initiatief niet in nemen op dat niveau. Het initiatief daarvan zal echt moeten komen vanuit de gemeente, vanuit de provincie, vanuit het Rijk of vanuit de nutsbedrijven. Dat zijn natuurlijk de partijen die zodanig na kunnen denken, maar ook de invloed hebben op de infrastructuur. Zij kunnen dat soort initiatieven nemen. En wat heel erg van belang is, als je dat initiatief neemt, neem dan de bewoners heel goed mee. Motiveer op tijd, zodat mensen daar ook echt op kunnen meeliften en kunnen meedoen. Wij wonen natuurlijk op een fantastische plek, willen heel graag blijven doen, maar het moet ook allemaal blijven kunnen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Tilburg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie Noord-Brabant.